Nou, hier is wel wat aan de hand. Allemaal brandweerlieden. Nou, misschien wel verdronken personen of zo. 3 uurtjes varen van Dordt? Ja, 3 uurtjes. Oh. Via Oud-Beijerland. Wilt u mij filmen? Ja hoor! Rowing en die steering automatic. Mm-hmm. Oké. Okay. Hier zit GPS op. Nou, ik ben even wezen kijken bij die meneer, want ik vond het best wel interessant dat bootje. Ja. Die meneer is nu een week aan het trainen. Die boot is door een Nederlander gebouwd. En hij gaat de Atlantische Oceaan oversteken. Oh, we can go by land. Ik ben net voor de Haaienoord tunnel. Hier buiten aan het stuurboord, dan zie je een soort oude brug en aan de andere kant ook. Ja, als jij weet wat hier heeft gelegen, zet het even in de want ik zou het niet weten. Een soort ruïne. Ik denk een soort brug. Nou ja, weet jij het? Zet het in de comments. Nou, hier varen we bij de Haaienoord tunnel. Nou, we zijn bijna bij het spui. We gaan hier linksaf, bakboord uit, spui in. Nou, ik heb deze meneer even netjes gezegd dat wij het spui in gaan. We zitten achter ons. We gaan maar een beetje naar de midden. En dan varen we dadelijk zo bakboord het spui in. Beijerland, leuk haventje, allemaal nieuwbouw, nieuwbouw op de kop. Nou, hier is wel wat aan de hand, allemaal brandweerlieden. Al het materieel is uitgerukt. Alles is uitgerukt. Er staan 3 brandweerwagens, 2 brandweerboten. Dat is echt wat loos hier. Hier ligt nog een brandweerboot. Misschien dat iemand ons kan. Misschien dat iemand het wel weet, hè? Echt. Big paniek hier. Ja, ik weet niet wat ze hier uit water halen. Hier zijn ze aan het dreggen. Oh, is er een duiker onder water? Oh. Nou, misschien wel verdronken personen of zo. Ja, vermist of ergens op een pad vermist. Ze zijn echt aan het dreggen. Aan het dreggen, ja. Ja, het is ook het hele materieel is uitgerukt. Zo. Ja, misschien dat iemand uit deze omgeving komt en er meer van weet. Dan kan ik dat in de comments eens zetten. Het is wel big paniek. Big paniek op het spui. Ja, we lopen lekker. We lopen heel lekker. We lopen hier 15 kilometer. Maar de diepte is hier ook 11 meter.
is echt... We gaan echt als een speer. Als de man gas geeft, dan is hij gelijk aan de overkant. Hier ligt nog de oostvogel. Bijna weer aan het einde van het spui. Nee, hier al camping met een haventje. Denk ik. Wel leuk. Het is ook lekker druk. Iedereen geniet op het strand. Nou, je hebt hier ook, je kan hier ook invaren. Ik denk niet dat het ons gaat lukken, maar het kan wel. Nou, we varen het spui weer uit. Lekker gelopen. We hadden het hele spui voor stroom. Het hele spui voor stroom. Lekker dan. Op naar Hellemoed. Nou, het is wel een heel mooi gebied. Er liggen hier ook mensen te ankeren. Ja, ja. Maar het lijkt net of je echt in Friesland zit. Ja. Echt bizar. Zo dicht bij huis. Ja, het is echt mooi. Mooi gebied. Maar we zijn hier heel lang niet meer geweest, hè? Heel lang al niet meer. Nee, ik kan het geen eens meer herinneren. We zijn een keer in het voorjaar geweest toen het koud was. Ja. Toen hebben we bij Oud Beijerland op de kop gelegen. Ja. Mocht u niet naar binnen. Nou, op maar helemaal goed. Drie uurtjes varen van Dordt. Drie uurtjes varen van Dordt? Ja, drie uurtjes via Oud Beijerland. Dus ja, dat is eigenlijk een thuiswedstrijd. Ja. Dus ja, prima. We hebben wel mooi weer. Wel leuk, kunnen we zo lekker naar het terrasje. Ja, dat hebben we hier natuurlijk, lekker ja, terrasje. Ja, gaan we lekker naar het terrasje toe. Doen we lekker de boot dicht en dan gaan we lekker even terrassen. Zin in. Hellevoetsluis. Tada. Nou, dit is toch leuk of niet? Zo. Hellevoet, here we come. Nou, gaan lekker eens even het terrasje kijken. Oh. Wie hebben we daar? Vreemde vogel. Die ben ik vergeten. Zo, in de relax-modus. Leuk, hè? Kijk. Dat is de andere haven. Ja, daar ligt dan, zeg maar... Ja, een cruiseschip ligt daar nu. Wat ook natuurlijk erg leuk is om hier aan te meren. Nog een soort bruine vlootschip. En op de kop is een soort elbe, noem ik altijd. Ik weet niet hoe deze heet. Kijk, op de kop heb je dat lekkere restaurant hier. Ook leuk. Het verleden is met het
toen hadden wij nog motoren. En dan gingen we hier zeg maar lekker op de kop even een tussenstop maken en een drankje doen. Nou, daar hebben we de vuurtoren van Hellevoet. En als je daar rechtdoor kijkt, zo, dan is de vlag er in het midden van, dat is Stellendam. En dan zou je uit kunnen. Dan kan je het wijde sop kiezen. We gaan het zien, want dat willen we ook nog even natuurlijk proberen. Maar laten we eerst eerste stop. Ja, ja. Is Hellevoet. Leuk, en heb je daar ook een strandje. Daarachter zit de marina van Hellevoet. Je hebt natuurlijk ook hier een soort roompot, zal ik het maar noemen. Het allemaal vakantiehuisjes. Ook leuk om te zien hier, de kids. Lekker in het midden. Zie. Je kan zwemmen. Natuurlijk zalig weer. Het is ook woensdag. Dus dan zijn ze een hoop zijn er vrij. Nou, dan zien we hier staan. Passanten melden bij de havenmeester. Welkom in Hellevoetsluis. Kanaaltje 74. Nou ja, en hier zijn we dan. Kijk eens wat leuk. Daarachter is het hele strand. Ja, leuk hoor. Ja, ik vind het gewoon leuk. Oh, hier zijn de kanonnen. Dus ja, als je niet welkom bent en je wil weg, dan schieten ze je nadenk. Nou, lekker terrasje. Hier hebben we dan Hellevoet. Ook allemaal kids aan het zwemmen. Het is helemaal een beetje zo'n vakantiegevoel, hè. Dus nou, de molen die in de verte zie je ook de molen. Die draait ook. Overal jeugd. Die lekker aan het zwemmen is. Ja, why not? Hier zijn de oorlogbunkers. Ja, vestingstad, hè. Dus nou... Ik ga eens even kijken, want ik zie daar een plek, dus ik denk dat we daar wel tussen kunnen. Dus dan ga ik even omhoog kijken. Dag dames! Lekker zwemmen! Gewoon hier gelijk aanmeren? Heren! Wilt u mij filmen? Ja hoor! Gelukt! Ik hou ervan, ik hou ervan. Nou, we gaan aanmeren.
Zo, we zijn in Hellevoet Sluis. Mooi plekje. Tegen de kant. Het is wel druk met zwemmers, maar ja. Kinderen hebben lol. Er was nog een plekje vrij. Dus helemaal mooi. Nou, hier vaart wel een hele merkwaardige roeiboot. Heel apart. Nooit te zien. Nu is echt aan het roeien. Volgens mij kunnen die er ook op slapen. Een heel raar ding. Je zegt volgens mij wel self-made ofzo. Ja, maar het zelfbeeld. Is een, hij heeft volgens mij wel een slaapkamertje en een zonnecellen zitten erop. Ja, volgens mij gewoon dat hij zelf kan self-supporting is ofzo. Zoiets, ja. Heel apart. Ja, we hebben een leuk vaardagje gehad. We zijn weer een beetje bijgekomen. He? Ja, we hebben... Het was wel een leuk tripje hoor, via het spui en oude maat spui. En wat een heerlijk weer. En met 3 uur ben je hier gewoon. Ja. En het is toch een ander uitzicht. Je legt een soort aan. De buitenkant is weer heel anders. Een beetje stad, een beetje open water. Precies. En ja, wij hebben een terras gewoon altijd bij ons. Dus we zitten lekker om ons heen te kijken. Want alle jeugd lopen hier los en is aan het springen, aan het duiken en spartelen. Dus we hebben lekker koffie hierboven en we zitten lekker op ons eigen terras. Koffie! Ja. Vind je deze video leuk? Abonneer nog even op ons kanaal. Ja. En duimpjes en vinden wij zo leuk. En vooral de abonnees vinden wij het leukste. Ja, abonnees en daar blijkt dan uit dat... We zijn wel heel snel gegroeid. Ze ook zeg maar zo'n belletje willen om geen video te missen, toch? Ja, ja, ja. Nou ja, wij zijn ook blij met hun, toch? Daarom. Nou, doei! Tot de volgende! It's a bit unstable. Hier, dit is de rare roeiboot. Hij is aan het trainen voor... Wat zie je hier? Crossing the Atlantic Ocean. En daar is de storage, hè? Storage, yes. Voorin heb je de opbergruimte. En dan hier hier je zitting voor rowing. Ja, hier is de opslagruimte. Wat, how long you are on board now? For now, just I'm rowing the week in Holland. In the Netherlands. Yes, 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 yes. Okay. Just to do some training every day. Yeah. Every day. Elke dag trainen. En dan achterin kan hij slapen. Hier is een bed. En dan gaat hij met zijn voeten hieronder. Dan kan je slapen. Maar je hebt ook AIS, hè? Of, Yes, yes, yes. AIS, autopilot. Autopilot also? Yes. Ook automatisch piloot. You can see the autopilot. And the tiller is there. Oh, binnen. Yes. Binnen is de automatische piloot. So, he's steering by yourself. Autopilot? Yeah. Or you use foot steering. You move your foot like this. Oh, je kan ook met je voeten sturen. Yes. Maar met de autopilot, you only rowing and the steering automatic. Mm-hmm. Oké. Okay. Hier zit GPS op. Echt leuk. En dan gaat hij oversteken naar Antigua. Hè? Echt leuk. Nou, thank you for watching. Thank you, thank you. I'm gonna jump into the water now. Oké. Okay. Hij gaat lekker zwemmen. Yes. En ik ga dan de koffie.
Wow. Erg leuk. Nou, ik ben even wezen kijken bij die meneer, want ik vond het best wel interessant, dat bootje. Ja. Die meneer is nu een week aan het trainen. Die boot is door een Nederlander gebouwd. En hij gaat de Atlantische Oceaan oversteken. Zo dan? Ja. Dat is stoer. Dan gaat hij naar... In die boot? Ja, dan gaat hij roeien naar Canarische Eilanden. En bij de Canarische Eilanden gaat hij oversteken naar Antigua. Zo. Ja. Echt... Ja. Nu aan het douchen. Ja, hij is nu lekker bezig zwemmen. Je kan er ook in slapen. Hij heeft ook een GPS, alles. Automatische piloot. Is uppie. Zo, ja. Respect. Zit te volgen op een kanaal. Zo dan. Ja, echt leuk. Dat is echt heel tof. Ja. Ja. Nou, hij gaat nu lekker slapen, hij is moe. Hij heeft 5 uur geroeid vandaag. Dus, dat gaat alles roeiend doen. Ja. Zo dan, stoer man. Ja, vind ik echt. Ja. Nou. Dat was die interessante, rare boot. Dus, ik wens die man heel veel succes. Let's go down the road that leads to a river. Familiar might be easy, but the unknown calls my name. If we don't find our own, we'll be here forever. Don't want a life that's empty when I got the world to gain. Let's run towards the sun, we've nothing left to lose. Adventure might be scary, but my heart is wearing thin. Step one, have some fun, live.